Gedurende 72 uur trokken we ons terug in Sullebois met een exclusief gezelschap om samen de toekomst van HR vorm te geven. Vijf thema's, vijf rondetafels, voor jou samengevat in vijf podcasts. Voor de gelegenheid in de wijnkelder. Welkom bij HR Uncorked. In deze aflevering, hoe houden we werk betaalbaar? Goed, Kevin, we hebben net de ronde tafel achter de rug over hoe houden we werk betaalbaar. We hebben het gehad over alternatieve verloning. Die hebben daar ook een boek over geschreven, Alternatieve Loning 2023, met een overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen, die zowel voor werkgever als werknemer financieel, juridisch-fiscaal aantrekkelijk zijn en die bijdragen tot het algemeen welzijn en welbevinden van de medewerkers en van de organisatie. Misschien eerst welke tendensen en uitdagingen zie je zo voor 2024? Ja, de tendensen die wij zien is dat um, de flexplannen en uh, het alternatieve verlonen vroeger vooral iets was eigenlijk voor de hele grote bedrijven. En we zien toch wel dat dat een tendens is geworden dat dat voornamelijk ondertussen wel bij alle bedrijven terug uh, actief wordt. Hè. Dus ook de kleine en de middelgrote bedrijven, ook sectoroverschrijdend. Hè. Er waren vroeger een aantal sectoren die daar zeer bedreven in waren, maar dat is ondertussen toch ook wel eigenlijk voor alle sectoren heen geworden. Ja, toch wel. Uh, de systemen die daarin gebruikt worden, hè, zijn systemen die we zien toch wel die vaak met mobiliteit ook te maken hebben. Uh, Fietslies is uiteraard een zeer populair systeem dat wordt toegepast. Uh, en dan hebben we ook verschillende systemen die we in de flexplannen zien terugkomen, die, uh, die te maken hebben eigenlijk met het hybride werken, hè, waarbij dat, uh, de medewerker gefaciliteerd wordt op om op zo'n aangename manier te kunnen thuiswerken. De uitdaging blijft daar natuurlijk voor ons. En vooral voor de werkgever om een duurzame oplossing te kunnen voorstellen aan werknemer, dat voor hem interessant is, maar natuurlijk ook voor de werkgever interessant blijft en duurzaam blijft op lange termijn. En daar zitten we natuurlijk met het politieke kader, ook waar we rekening moeten mee houden dat niet alle instrumenten levenslang zullen gegarandeerd kunnen worden. Dat we ons daar heel bewust moeten van zijn dat er, dat er ook wat een en ander kan veranderen. Ja... Uh, nu, een strategisch loonbeleid is extern marktconform en intern billig. Uh, een van de voorwaarden is transparantie. Dat is eigenlijk iets wat vanuit de Europese richtlijn, hè, vanuit de overheid, sterk gestimuleerd wordt: hè, die beloningstransparantie. We hebben het rond uh, de tafel ook heel erg gehad over wat dan nu eigenlijk de voor- en de nadelen zijn. Hoe ver moet je daar nu eigenlijk, of hoe ver kunt je daar, of hoe ver wilt je daar nu eigenlijk uh, in gaan in die transparantie? Wat is jullie daar zo van bijgebleven? Ja, ik denk dat dat zeker belangrijk is om, om tot een bepaalde hoogte transparant te zijn. Als ik dan kijk bij ons persoonlijk en ik denk ook bij jullie, uh, wij werken met, met voor een groot deel van de populatie met, de, met loonbarema's. Um, dus dan is het sowieso redelijk open wat dat de mensen verdienen. Um, want dat is iets wat je meer en meer merkt. Ze gaan echt vergelijken met elkaar. Ze gaan loonbrieven naast elkaar houden. Ja, is het exact hetzelfde. Dus uh, ergens, denk ik, is het sowieso nog een beetje typisch Belgisch dat we er nog niet heel open over zijn. Um, maar mensen willen daar wel enige duidelijkheid over. Ze willen wel een beetje weten, is het, is het een beetje gelijkwaardig? Um, allee, is het wel, wel een beetje eerlijk verdeeld? Uh, dus, dus dat is zeker wel iets wat leeft. Maar ik denk ook wel, die transparantie... Het is niet altijd evident om er zo transparant in te zijn. De arbeiderspopulatie, zoals we nu nog noemen, daar is dat misschien net wat makkelijker met de baremas. Maar als je dan naar bedienden ook gaat, daar heb je toch wel bepaalde... Zaken die je wil gaan doen en, en die transparantie is niet altijd even duidelijk. Dus dat is wel er echt wel een weg dat je moet afleggen als werkgever ook, om te kijken hoe gaan we dat aanpakken. Mensen vragen er wel naar, maar kunnen ze dat dan ook wel allemaal aan die transparantie? het is dus genoeg wel voilà. eventuele verschillen ook al zijn die perfect objectiveerbaar om daarmee om te gaan. Dat is een beetje dat je? Klopt. Ja, ja. Transparantie in de details is moeilijk, maar ja. ik denk dat het zeer belangrijk is om transparant te zijn in de visie en het beleid. En in de filosofie eigenlijk. Klopt, je, ja. Ja, 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 ja. ja. En ei, wat ik ook onthouden heb van, van de, de gesprekken uit rond de tafel, is dat we, het, het moet ook vertrekken vanuit een bepaalde strategie. Um, en als je dat heel duidelijk kunt aangeven en, en, en objectief maken, ook al is dat dan iets wat men niet fijn vindt, het moet wel als fair uh, gepercipieerd worden. Nu, um, wat zijn dan volgens jullie de, de, de nadelen als je niet transparant of niet genoeg transparant bent? Ik denk, als je onvoldoende transparant bent, dan beginnen medewerkers zich ook vragen te stellen. Ook van, dan gaan ze misschien sneller wel naar de andere kant gaan, gaan kijken van, oké, okay, wat kan ik ergens anders? En, en dan gaan ze met elkaar niet, soms niet begrijpen waarom die wel, ik niet... Te, ik denk dat alles ook afhangt van, oké, okay, wat is je missie, visie en strategie als een bedrijf, om dan te kijken van, we brengen het volledige verhaal. En ik denk als je als werkgever daar met start, moet je dat volledig uitgewerkt hebben en niet zeggen, oké, okay, shoot, wie staat er dan nu mee? Maar het moet echt wel een plaatje zijn, een volledig plaatje zijn. Dus ik denk, het is belangrijk, maar je moet het wel goed aanpakken. Want als je dat ook niet goed aanpakt, dan zorgt dat of je alleen op voor maar denk ik, voor heel wat problemen, zelfs langs merknemerskant, die dan ontevreden worden waar het ook niet nodig is. Dus dat is wel belangrijk, denk ik. Ja, ik denk gewoon, onwetendheid vinden mensen niet fijn. Uh, dus ik denk, er moet geen volledig open kaart zijn. Ik denk dat we daar ook gewoon als, als, ja, als gemeenschap nog niet onmiddellijk klaar voor zijn. Maar ik denk, mensen willen gewoon geïnformeerd worden. En dat dat heel belangrijk is, dat je als werkgever wel je best doet om mensen zo goed als mogelijk uh, gaan informeren. Ja, nee, ik ging aansluiten bij Justine, ik denk als maatschappij, hè, als, als land misschien, want je ziet inderdaad in sommige buurlanden dat dat wel anders is, maar als, hè, als maatschappij binnen ons klein landje merk je toch dat we daar wel nog een weg af te leggen hebben, hè, dat daar inderdaad toch nog niet, eh, nog niet iedereen helemaal klaar voor is. Nog wat stappen te zetten, want ik was vrij recent in Amsterdam en daar gewoon als je binnen Albert Heijn binnengaat, er staat... Aan de deur staat dat gewoon letterlijk gepubliceerd, wat dat je verdient voor welke functie per leeftijdscategorie. Dus daar is dat gebeurd. Er is natuurlijk ook wel een verschil afhankelijk van bepaalde functies. Zal dat makkelijker zijn of in een bepaalde omgeving gaat dat misschien makkelijker zijn? Maar in België hebben we inderdaad, uh, daar inderdaad iets meer, uh, iets meer uh, last van. Maar komt uit toch ook vooral dat je daar een bepaalde maturiteit in nodig hebt, zowel als individu als medewerker, maar ook als organisatie, dat je moet maken dat je alles wel heel goed op orde hebt en dat je het er helemaal over eens dat iedereen op diezelfde golflengte zit. Want anders, ey, als er daar misverstanden onderling of binnen de directie ontstaan of verkeerde interpretaties meegegeven worden, onbedoeld, dan, uh, dan zijn we nog verder van huis. En dus eerst die basis echt wel goed op, uh, op orde hebben, hè. Um, wat me dan ook brengt naar het belang van communicatie, hebben we vrij lang bij stilgestaan uh, deze middag uh, in, in de gesprekken daarover. Ja, we, we zeggen allemaal dat het belangrijk is om daarover te communiceren. Maar ja, we moeten dat ook wel een beetje concretiseren. Wat bedoelen we dan als, als we meer moeten communiceren? Zijn dat dan andere kanalen? Moeten we dan elke dag iets gaan vertellen? Wat zijn de tools, de kanalen, dat we daarvoor kunnen gebruiken? Goh, ik denk, um, zoals ik daarnet al zei, gewoon mensen in het algemeen informeren dat ze... We weten wat ze krijgen. Voor heel veel mensen is, is puur het bedrag dat ze netto maandelijks krijgen, denken ze vaak, dit is het. Um, en dat is vaak uit, uit ja, dat ze er geen kennis over hebben, wat dat ook zeker ja, geen schande is. Maar ik denk dat het echt goed is om op regelmatige basis, een keer samen te zitten met de medewerkers, dus noods aan de hand van de loonbrief, um, wat komt er allemaal bij kijken? Hoe, hoe zit een loon gestructureerd? Welke mogelijkste voordelen zitten er nog bij? Uh, dat voor mensen wel heel duidelijk is wat een volledig loonpakket is. En dat er niet enkel gefocust wordt. Um, ja, puur op het loon. Ja. Um, en ook naast loon, dat er nog heel veel andere belangrijke componenten zijn. Um, ook naar waardering van de medewerkers, dat er eigenlijk heel veel meer in kaart moet genomen worden dan puur uh, ja, verloop. Mm -hmm. En ik herinner mij ook dat je deze middag had gezegd van, dat, dat het zinvol kan zijn om zelfs proactief contact op te nemen met mensen die net gestart zijn om een keer ja. die loonbrief toe te vullen. Ja. Dat is ook gewoon iets dat we merken, uh, zeker nieuwe mensen, alleen mensen die in de arbeidsmarkt nieuw instromen, maar ook gewoon mensen die er soms wel al, al lang zijn uh, of al lang aan het werk zijn. Die, die kennen gewoon niet de structuur van een loonbrief, die weten niet wat het inhoudt. Denk wij als, als HR-professionals zijn daar dagelijks mee bezig. Er zit bedrijfsverheffing, dat zijn voor ons termen waar we mee spelen. Maar heel veel mensen weten absoluut niet wat het inhoudt. En ik denk dat ook gewoon als ja, dat onze job is als, als werkgever, als HR, om daarover te communiceren en om ook echt uit te leggen hoe ze dat precies in elkaar het is in België. Ja, Heel complex. Hij komt net. Ik denk dat we dat gerust mogen um, ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen een beetje een rode draad weten van oké, okay, hoe wordt het berekend inderdaad? Wat is het verschil tussen basic, bruto, netto? Ik denk dat dat gewoon wel belangrijke basisdingen zijn inderdaad. Als mensen nieuw in dienst komen, ja, neem daar echt de tijd voor. Uh. Ja, en, en, en het is het salarispakket, de loonbrief, het bruto, netto. Maar het is denk ik zeer belangrijk ook om Herhaaldelijk te blijven benoemen, welke extra's dat erbij komen kijken. Hè? Vele medewerkers vergeten om de duur dat ze een groepsverzekering hebben. Ja, ook wel dat eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Dat zijn zo de kleine zaken die vaak vergeten worden. Dus een total reward review, af en toe een keer herhalen met die mensen, denk ik dat dat wel belangrijk is. En die herhaling lijkt mij wel noodzakelijk om het. Te laten binnencijpelen bij de mensen zelf. Ja, en wat versta je dan onder herhaling? Is dat dan iets dat je gewoon elke, elke maand samen met de loonbrief, dat je dan nog een keer specifieert? Want ja, dat is dan nog wat documenten. Ik kan me inbeelden. Ja, als ik, eerlijk, als ik in loondienst werkte, ik keek zelfs niet naar mijn loonfiche. Ik, ik zag gewoon als het geld erop stond. Ik stelde me er eigenlijk verder weinig vragen bij. Uh, hoe, moet je, hoe moeten we dat dan. Met welke periodiciteit en op welke manier zie je dat dan? De periodiciteit, zeker geen maandelijks. Ik denk dat we ons dan allemaal al heel wat. Weg heel veel worden. weg op de Alzheimer. De halen, ja. inderdaad. Ja. ja, ik denk als je dat jaarlijks probeert, dan we al heel ver zijn. Ik denk dat, dat, dat vele, vele bedrijven daar niet toe komen om dat jaarlijks een keer te overlopen: eh, van eh, die loonbrief misschien wel, maar het ganse pakket een keer benoemen. En, ik, en... ik denk ook, betrek er ook. Andere partijen, en ik weet in het verleden dat wij nog een jaarlijks de verzekering laten, de laten, laten langskomen, laat die mensen een keer het concept van groeps- en hospitalisatieverzekering uitleggen. Dat is een dagdagelijkse business. Dat die gewoon, ja, klassicaal, medewerkers kunnen gewoon langskomen, dat ze gewoon nog een keer uitleggen wat dat precies inhoudt. Ik denk, gebruik ook geen netwerk. Die mensen allee, vinden dat ook geen probleem. Um, dus ik denk inderdaad, maandelijks is misschien een beetje ambitieus. <laughs> um, maar inderdaad, zo'n keer jaarlijks een sessie en ook gewoon dat de mensen weten dat ze terecht kunnen, als ze je kunnen vinden als ze vragen hebben, is gewoon ook wel heel belangrijk, denk ik. Hoe dus zit dat ik, bij jullie, Monique? Maar ik denk ook op momenten, um, bijvoorbeeld de CO-onderhandelingen en de tweejaarlijkse, dan brengen wij ook wel dat om te spraken, dat er gebeurtenissen zijn. En dan is het ook belangrijk om dat te communiceren. Maar wat wij ook op een bepaald moment hebben vastgesteld, als wij loonvoorstellen zouden doen. Ergens die hele opzomming gaan doen. En dan we echt wel beslist: van oké, okay, we gaan het echt even op papier zetten. En dat we het ook aan onze medewerkers kunnen meegeven. Van kijk, dit is wel heel wat breder de lonen, maar wat omvat het ook allemaal? En in een mooie flyer. En dan zie je wel mensen even zo: van oké, okay, wat is het? Dus het is wel belangrijk dat je even ook denkt van waar mensen nood aan en het op regelmatige basis te gaan doen. En ik denk dat je momenten moet zoeken binnen je organisatie ook. Wanneer is het een goed moment om het te brengen, uh, zoals bij Justine zegt, van oké, okay, even proactief gaan luisteren. Maar ik denk de toegankelijkheid ook van uw afdeling dan, HR. Belangrijk dat je er bent voor mensen als ze vragen hebben, dat je ten dienste staat en dat je tijd kan vrijmaken. We hebben nu ook beslist van, oké, okay, onze afdeling, Bepaalde momenten van oké. Okay, als je ons moet spreken, desnoods vraag je een afspraak en we gaan ook tijd voor jou maken. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Gewoon zorgen dat medewerkers weten: ik kan bij, bij HR terecht. Als ik vragen heb, eender wat, maar dan ook rond mijn loon. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Tijd maken voor de mensen en ze genoeg signalen geven. Misschien kijken in functie van wat leeft er, wat speelt er, en daar ook op inspelen. Ja, je gaat er volgens mij wel, als je zo'n aantal, als je, als je voelsprit in de organisatie voldoende, ga je wel voelen wanneer, als je mensen een beetje kent, ga je wel voelen wanneer er wat frustratie volgt. Of, of als je het als idee hebt van, er is hier wel nood om dan nog een keer even te gaan benadrukken. Tijd maken, niet tussendoor, tussen patat en door. Want ik dacht eerst, als je begon te antwoorden, van ja, een afspraak maken, ja, ik dacht, dat is niet zo laagdrempelig, langs de andere kant. Ik maak tijd in mijn agenda om niet voor twee, drie minuutjes snel een antwoord te geven, maar om er even met u door te gaan. Dus... Ik denk dat is ook een heel mooi signaal. Er was ook een van de, um, de aanwezigen die aangaf. Vond koek ook eigenlijk wel een leuk concept. Zo'n roadshow, die eigenlijk de afhankelijk van hoe dat je georganiseerd zit en hoe dat je organisatie eruit ziet en in welke business dat je zit. Maar een roadshow dat je echt naar de medewerkers toe gaat als ze verspreid zitten. En dan kun je eventueel een specialist meebrengen om dat nog een keer concreet te maken. Vond ik ook wel een heel, een heel interessante piste. Hè? Ja. De inzicht van de ronde tafel was hoe houden we werk betaalbaar? Het antwoord was voor mij vrij duidelijk, we houden het niet betaalbaar, het lukt niet gaan. Niet. Ja, er was wel wat consensus over, wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. En er zijn uh, heel veel suggesties en heel veel ideeën naar voren gekomen van waar dat we dan wel uh, kunnen op inzetten om, 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 um, um, om mensen tevreden te houden, gemotiveerd te houden. Zijn Er zo'n aantal, en daar wil ik misschien de podcast mee afsluiten, zo'n aantal takeaways die jullie zijn bijgebleven, die ik graag nog even deelt? Uh, ja, allez, zeker en vast, hè. eerst en vooral inderdaad, denk ik dat we hè, ons bewust moeten zijn van de verschillende systemen die er toch zijn, hè, waarbij dat we fiscaal voordeel kunnen, uh, kunnen bekomen eigenlijk om verloningsinstrumenten toe te passen. Uh, we moeten ons vadertje staat volgen nu natuurlijk, die ons hè, beperkt hè, of, of bepaalde instrumenten geeft. Um, een van de zaken die daarnet ook naar boven is gekomen die ik ook had aangehaald is, is de, de, het gewicht eigenlijk dat anciëniteit met zich meebrengt eh, is in België zeer groot eh, ik denk dat dat eigenlijk om eh, budget vrij te krijgen wel iets is waar over nagedacht moet worden eh, van hoe kijken wij naar een carrière eh, hoe kijken wij naar het loonbeleid in een carrière eh, en moet iedereen eigenlijk stelselmatig jaar na jaar meer gaan verdienen eh, of is het misschien niet opportuner om in een bepaalde periode van je carrière aan je top te komen, om nadien weer een beetje te zakken. Uh, dat heeft ook uh, een inslag, natuurlijk, op uh, heroriëntatie. Hè. Mensen die naar het einde van hun carrière gaan, die uh, kunnen mogelijk toch ook wel op een andere manier ingeschakeld worden bij een bedrijf. Hè. Daar ja. kan ook verloning aan gekoppeld zijn. Maar dat is een heel gevoelige materie. Dat is gevoelig en dat zijn vrij ingrijpende oefeningen, maar oefeningen die we volgens mij effectief wel gaan ja, moeten aangaan, ja, om uh, het allemaal haalbaar te houden. Wat uh, was, jullie belangrijkste, was jouw belangrijkste takeaway, away lieve Justine? Um, ik denk dat we inderdaad, dat het gewoon puur als te zien als hoe maken we het betaalbaar, is, is een heel moeilijk, heel moeilijk vraagstuk. Maar ik denk dat we het breder moeten zien als dat. Ik denk dat we breder moeten kijken naar, naar puur het financieren. Um, maar ook wat geeft de werkgever van erkenning, van waardering? Wat wordt er allemaal gedaan om het personeel te houden? Ik denk dat dat ook dingen zijn die heel belangrijk zijn. En dat we echt wel naar het breder plaatje moeten kijken. Um, dan het puur financiële, want daar kunnen ze volgens mij ook echt wel het, een groot verschil maken. Ja, zeker. Monika. Ja, eigenlijk een beetje wat Justine zegt, maar wat mij wel bijgebleven was. Van, uh, als er iemand bevallen was, dat er dan echt wel mensen uh, bezoeken thuis, die dingen. Het gevoel krijgen dat je echt wel als werknemer telt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Bij onze organisatie vinden we dat ook heel belangrijk. De jubilarische vieringen. Uh, we hebben een Wall of fame bijvoorbeeld, waar alle medewerkers met tien jaar ranziniteit op komen. Iedereen passeert daar eigenlijk dagelijks. En dat, dat is gewoon... Men is fier als men daarop komt. En ik denk gewoon een geheel uitmaken van de gemeenschap. Binnen een organisatie, mensen zijn heel veel op hun werk. En ze moeten zich ook goed voelen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Wat ben je als organisatie? En ik wil heel veel betekenen voor mijn werknemers. Dat is een belangrijke, denk ik. Oké, okay, loon is één ding. Maar loon is iets dat snel ja, een gewoonte wordt of zo. Korte en die, termijn, hè. Dat is ja, voilà, termijn, inderdaad. Ja. Um, die waardering. Ik denk, waardering appreciëren mensen ook. Happy Team hebben wij ook opgezet, opge uh, bijvoorbeeld. En dan organiseren wij een aantal activiteiten, zetten wij een aantal mensen in de spotlight. En je ziet, dat, dat leeft uiteindelijk wel. Dus het zijn de kleine dingetjes... Die toch ook deel uitmaken van het grote geheel, ja, denk ik wel. En die kosten doorgaans weinig tot geen geld. Vragen een beetje tijd in dat opzicht. Maar opnieuw, volgens mij is tijd een van de mooiste cadeaus. Dat je om de duur nog aan mensen kunt, je uiteraard naast loon. Maar tijd is, is, is een heel mooi geschenk, een heel mooie manier om aan te geven. Van, ik heb aandacht voor, ik maak effectief ja. tijd uh, voor u. All right. Er was nog ongelooflijk veel meer gezegd, natuurlijk. Maar ik denk dat we al zo een aantal prikkeltjes hebben, uh, hebben meegegeven. Het was sowieso een heel interessante namiddag. Heel veel interactie ook van jullie. Ik wil jullie daar dan ook heel erg hartelijk voor bedanken. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja, zeker bedanken. Zeker, alvast bedanken. Dankjewel ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je dit verhaal al interessant? Wel, dan heb ik maar één tip voor je. Zeker dat verslag lezen. Je kan het uh, terugvinden in ons trendrapport in december. Heel graag tot de volgende.